In het landelijk buitengebied van de gemeente Epe, in het plaatsje Emst, bieden wij u een prachtige woonboerderij aan. Hij ligt aan het water zelfs, aan de Wetering. Tussen de weilanden vindt u hier Erve Zeldenrijk, zo heet de boerderij. Het is een boerderij, oorspronkelijk gebouwd dus ergens begin 1800 en door de huidige bewoners na 2000 volledig is gemoderniseerd. Hij is volledig geïsoleerd, aan de binnenkant is er gewoon een woning ingezet eigenlijk. Ja, dit is echt een heel mooie boerderij op een heel mooi perceel. Loopt hem even mee, dan laat ik het u zien. Ja, in de ochtend op dit perceel komt hier de zon op. Een prachtige plek aan de Wetering, waar je 's morgens even lekker een kopje koffie kunt drinken. Maar ik laat nu de rest zien. Kom maar, Siep. De woonboerderij is gelegen op bijna 7000 vierkante meter en heeft diverse bijgebouwen. Hier een grote schuur, echt een mooie hobbyschuur. Een kapschuur, ideaal voor nou ja, drie auto's. En dan hebben we hier nog een extra schuur, zeg maar model Hooiberg. Met daarachter ook nog weer kapschuur voor meerdere auto's. En daarachter zit nog een heel mooi gastverblijf of kantoorruimte. Die laat ik u straks zien. Die boerderij hier is gelegen op nog geen 5 kilometer van de snelweg A28. Dus u woont in het buitengebied, maar binnen een uur ben je hier gewoon in de Randstad. Maar ook binnen een kwartiertje zit je in Zwolle. Maar ik laat u nu de tuin zien, want daar kom je eigenlijk voor. Zo. Ja, als je hier gaat wonen, dan woon je in een klein eigen natuurgebied met een enorme vijver. Ja, je moet dit wel een beetje groene vingers hebben, want dit is echt een magnifieke plek hoor. Moet je maar eens kijken. Siep, kom, kom op. Hier kun je echt genieten van rust en ruimte. Siep, en als je een hond hebt, kom eens hier. Kijk, hoppa. Dan kun je er gewoon mee in je eigen tuin spelen. Dat wil toch iedereen? Kom maar. Hey. Kijk, de woonboerderij die u ziet is na 2000 volledig gemoderniseerd. Er zit de nieuwe rieten kap op. Alles geïsoleerd, zoals ik al zei. Binnen hebben ze een grote woonkamer gerealiseerd op de oude deel. Met mooie oude gebinten. Een prachtige woonkeuken, bijkeuken en werkkamer beneden. En op de verdieping heb je hier 4 slaapkamers en een hele grote badkamer. Echt een ideaal gezinshuis. En als extra hebben ze dan hier nog een kantoor of praktijkruimte. Die laat ik u straks zien. Prachtige ruimte met mooi uitzicht over de tuin. We komen hier de bijkeuken binnen. Dat is de deur die ik denk het meest gebruikt hier. Hier hangen de jas op, hier zit de wasmachine drogen, een kast voor schoenen. En hier links zit de voordeur. Die gebruiken ze alleen maar bij collectors, anders doen we niet open. We komen hier in de hal. Mooie trappartij. Mooie houten plafonds en dan kom je hier in een hele sfeervolle woonkeuken. Mooie ruimte, veel licht, hebben ze ideaal hebben ze dakramen geplaatst, zodat je een mooie lichtruimte krijgt. Landelijke hoekkeuken, ja, met alle inbouwapparatuur. Er zit een vaatwasser in, er zit een inductie, kookplaat in, een oven, zelfs een frituur. Hebben ze ook nog erin zitten. Mooi natuurstenen blad, gezellige ruimte, zit je veel denk ik. Loop je zo naar de woonkamer. Mooie ruimte. Dit is de oude deel die nu gebruikt is als woonkamer. Waar nog de oude gebinten staan. Mooie open haard. En zoals ik al vertelde, ze hebben alles geïsoleerd. Je hebt enorm dikke muren. Dus ze hebben gewoon een muur binnengezet met isolatie. Dus een heel behagelijk huis. Daarnaast heb je overal vloerverwarming. Ja, en een prachtige, authentieke haard. Kijk, ze hebben het vuur aan. Ja, ook hier kun je genieten. Dus hier, of je zit aan het water. Kijk, vanuit die woonkamer kijk je op een fantastisch mooie tuin. En naast die sfeervolle woonkamer zit hier een werkkamer. Die laat ik u zien tijdens een bezichtiging. Voor je mooie houten trap kun je op de verdieping. Ook hier liggen weer houten vloeren. En op de verdieping heb je 4 slaapkamers en een hele grote badkamer. En hierboven zit nog een vliezeltrap en een grote bergzolder. Ruimte genoeg. Ja, hier lopen we de master bedroom in. Gezellige slaapkamer, veel licht en die heeft een doorgang naar de badkamer. Ja, vanuit de slaapkamer kom je in de badkamer, maar ook vanuit de hal kun je in de badkamer komen. Met een
Een royaal lichtbad, een whirlpool, een tweede toilet, een grote stortdouche, een dubbele wastafel en natuurlijk zit hier vloerverwarming in. Kijk, in dit huis hebben ze nog veel oude dingen gebruikt, zoals die oude stalraampjes. Natuurlijk die gebinten die in de slaapkamer zitten en in de badkamer ook. Mooie paneeldeuren. Ja, dit is echt wel sfeervol. En tot in details is er over nagedacht. Leuk huis. Ja, na die mooie woning heb je ook nog een heel mooi gastverblijf. Hun gebruiken het zelf nu een beetje als kantoorruimte. Dus ideaal om thuis te werken. Ja, die hebben hier een keuken in zitten. Daar zit nog een toilet, mogelijkheid voor een douche. En een hele grote ruimte die ze nu gebruiken. Ja, een soort gastverblijf of een soort tuinkamer. Ja, deze ruimte wordt verwarmd door een houtkachel. Dus een houtgestookte cv-ketel. En die maakt die ruimte hier gewoon heel behagelijk. En je hebt natuurlijk al heel veel licht. Ja, en je kunt vanuit hier, loop je zo weer die prachtige tuin in. En vanuit het mooie verblijf gaan we naar die hele mooie tuin. Je hebt de huidige bewoners helemaal met liefde aangelegd. Met veel groen, veel privacy. Zoals ik al zei, een eigen eiland. Mooi beekje, hier zo. Als makelaar kom je dikwijls op locaties dat je denkt, ja, hier zou ik zelf wel willen wonen. Dit is zo'n plek. Prachtige plek, 7000 meter. Mooie tuin, veel groen, grote vijver. Ja, ik zie me s'avonds hier wel zitten hoor. Met een lekker glas wijn aan het water. En bent u nu ook nog benieuwd om hier een keer te komen kijken? Bel mij of naar ons kantoor voor een bezichtiging. Dan laat ik u het graag zien. En dan hoop ik dat we daarna samen een glas wijn gaan drinken.